The story is true. 12 uur. Het start zijn van de campagneweek is gegeven en de plakploegen rukken uit. Dit jaar staat in de Economica-wet dat geen affiches van de concurrerende ploeg overplakt mogen worden. Het komt er dus op aan zo vlug mogelijk zijn affiches op te hangen, wat soms tot problemen kan leiden. Leuven hangt vol groen, geel, wit en vooral paars. De ploeg Stijn moet de eerste slag prijsgeven aan concurrent Humphrey. De eerste voorbereidingen voor een barbecue worden gemaakt als het ploegendebat begint. De bedoeling van het debat is dat de verschillende ploegen de kans krijgen om hun visie over Economica uiteen te zetten. Dat daarna de mensen in de zaal vragen stellen aan de verschillende ploegen om wat meer te weten te komen over wat zij van plan zijn met Economica. Er is het niveau, het presidium. Er is het niveau, de leden. Daartussen zit het niveau, de jaarwerking. Door de jaarwerking enorm uit te breiden, verklein je uiteraard die afstand tussen presidium en de leden. Dat wat onderwijswerking betreft, is het zo, en dat is dan mijn persoonlijke mening, ik spreek dan niet in naam van ploeg Humphrey, daar is nog weinig over gepraat, maar het is mijn persoonlijke mening dat Stukkocom in zijn huidige vorm tekortschiet. Terwijl het debat verder loopt, is de barbecue van ploeg Humphrey begonnen. Er is eten voorzien voor 500 man en dit blijkt achteraf te weinig te zijn. Ten meer dat ook veel niet-economica-studenten van deze stunt profiteren. De gratis hamburgers en worsten worden ditmaal niet gesponsord door een of andere firma, maar worden volledig betaald uit de kas van ploeg Humphrey zelf. De kroegentocht van Humphrey blijkt eveneens een succes te zijn. De cafés zitten stampvol en de ambiance is te smaken. De nacht wordt ochtend en morgen komt er alweer een dag vol stunts en verrassingen. Humphrey maakt zich klaar voor de gevaarlijkste stunt van de campagne. Een stunt gesponsord door een verzekeringskantoor. In deze wil ik nog enkele programmapunten toelichten van Ploeg Humphrey. Ten eerste, we hebben het weer verkozen voor twee business jaarwerking. Het is gewoon omdat wij de bedoeling hebben de afstand tussen het presidium en de leden van Economica weer te verkleinen. Voor de rest zou ik willen zeggen, ook als ik het niet haal, Humphrey. Donderdag, de dag van de verkiezingen. Eerst wordt ons de toegang geweigerd. Later mogen we toch binnen. Het quorum is gesteld op iets meer dan 1600 stemmen. Als er minder stemmers opkomen dagen, moet de kiesronde herbegonnen worden. Geen enkele van de ploegen heeft zich teruggetrokken, zodat er 5 kandidaten zijn. De ploeg Stijn en de ploeg Humphrey en de loopploegen Wij, Blanco en Primo. De stemming verloopt rustig en reeds om 3 uur wordt het quorum gehaald. Vanavond zal Economica zijn nieuwe prezies begroeten. De avond. Straks op de campus worden de stemmen geteld en de belangstelling is groot. De prezies stelt de stemmen terwijl het feest doorgaat. Brood en spelen.
Ploeg Humphrey. Ploeg Humphrey. Schuiltje. Vanaf het moment dat iemand de helft van de stemmen haalt, is de verkiezing afgelopen. En na uren drinken, veel zingen en nog meer tellen, heeft Economica zijn nieuwe prezies. Humphrey triomfeert. En Stijn zit er verslagen bij. Vrijdagmorgen, the day after. De lokalen van ploeg Humphrey dragen nog duidelijk de sporen van de voorbije week. En gisteren werd blijkbaar ook goed doorgefeest. En terwijl alles weer in zijn dagdagelijkse plooi valt, siert het laatste restant van de voorbije week de Leuvense hemel.